mensen, leuk dat jullie kijken naar... Vlog 3! Als je dit een leuke video vindt, doe dan alvast een duimpje omhoog. En veel plezier met kijken. Doei! Just what we do. Nu dus al in onze laatste week in de repetitieruimte en we zijn nu door het hele stuk aan het gaan. We hebben alles aangeraakt, dus in principe is de basisshow is nu klaar. En we gaan nu per scène er nog dieper op in en nu zitten wij allemaal te wachten en je ziet het. Wordt er ook een beetje tussendoor gerust. We zijn nu ook begonnen met... repetities van Adam en Eva 2.0 in de onderste studio. Dus we hebben nog maar één studio op dit moment. Zijn er hier in de gang zijn mensen bezig om choreografie aan te leren. Dus we gaan eens even kijken. Ja. Wat zijn jullie momenteel aan het doen? Wachten. Jullie eerste liefdesduetje, hè? Dance Captain, wat doe jij? Hallo! Hallo! Ik ben een overzicht aan het maken van alle changementen die wij als ensemble doen, zodat ik altijd weet wie wat doet. Ben je daar klaar voor? Ik denk dat we er klaar voor zijn, ja. Zo jongens, we zijn op dit moment aan de allerlaatste scène bezig. We zijn de finale aan het zetten. En we hebben ook een goede middag! Maar ik ben nog niet helemaal wakker. Nou, doe maar lekker rustig aan. En als wij dan vandaag de laatste scène hebben aangeraakt, dan gaan we vanmiddag een hele doorloop doen. En dan zijn we bij de laatste 3 dagen hier. Kijk, hier heb je het hele Kap en Griem team. Die gaan nu voor de eerste keer kijken. En dan gaan ze dingen bijschrijven als hoe snel bepaalde pruikwissels zijn. En hoe lang ze daar dus eigenlijk voor hebben. Dat gaan ze nu voor de eerste keer allemaal zien. Wat zijn jullie aan het doen? Wat de notes aan het doornemen en wat van choreograaf op dance captain. Zeker. Hallo. Even de beste. Ja hoor. Of laten we zeggen de beste. Ah, yes. Hey Bar, wat vond jij het leukste tijdens de repetitieperiode hier? Nou, wat een leuke vraag. Ik kan me nog herinneren dat we op een gegeven moment moeten we allemaal spullen ophangen. En toen waren wij heel druk aan het discussiëren over wat er zou gebeuren in die scène. En toen keken we opeens om. En toen was Pia op de achtergrond met een slingertje en enorme dans voor zichzelf aan het doen. Dat kon ik erg omgieren. Nou, je bent... je staat in de top 1. Gefeliciteerd! Mevrouw, wat is jou het meest bijgebleven deze repetitieperiode? Habitat for Humanity. Van Friends. Ja. Heel goed. Wat is jullie het meest bijgebleven deze repetitieperiode? We zaten net een heel goed in. Sorry. Nieuwe mensen leren kennen. Nieuwe mensen leren kennen, ja. Heel goed. Wat is jou het meest bijgebleven deze repetitieperiode? Het bed. Dit bed ligt zo lekker. Voor de lekkere dutjes tussendoor. Heel goed. Nou, nog even lekker rusten voordat je moet gaan beginnen met je laatste, hè? Kwartiertje nog, hè? Yes, geniet er nog even van. Lekker allemaal. Ja. Wat lijkt je klein? Hallo. Ik heb hakken aan. It's okay. Oh, erg. Opnieuw. Is het beter? Schat, heb jij zin in de laatste doorloop? Ja, heel veel zin in. Jij? Ja. Ja, ik ben benieuwd. Ja, nu moet het de laatste keer hier. Veel nu, hè? Ja, nu hebben we nog gewoon lekker dansbare outfitjes aan. En van de volgende keer bij kostuums gaan die misschien wel, misschien niet lekker zitten. Ja. Misschien wel opruimen, misschien niet. Let's talk process. When I'm in character, I go insane. I stagger, I stammer, I sob. I make the audiences feel my pain. Yo, we zijn hier net aangekomen op de computerweg in Utrecht, Maarsen. Want we gaan hier zo meteen met z'n allen voor het eerst met de band repeteren, de sitsproben. En dat betekent dus dat we voor het eerst alle nummers gaan zingen met onze band. We hebben Thea op multiblazen. Hans Voerman, all the keys. Hey!
Roy op de gitaar. Julian op de bas. André van Wel. Ze doen het heerlijk. Het is zo fijn. Het gaat helemaal leven nu opeens. Zo fijn. En dan ook zo'n pauzefinale met de hele club erbij. Ah, ja, heerlijk. Fijn. Zit erop. Nu is onze volgende halte toch echt Nieuwegein of naar Nieuwegein. Nee, de volgende halte is de Bol. Hey! We vieren dat we de repetitieperiode hebben overleefd nu met z'n allen. Kijk eens, staat al klaar. Het is de allereerste dag van onze montageperiode. Ik ben net aangekomen op de carpoolplek. Dan ga ik ook een klein stukje gezellig mee met de bus. Het is een lang proces vaak monteren, maar ik vind het ook altijd wel gezellig. Want naast dat je dus vaak lang moet wachten, heb je ook wel echt de tijd om elkaar, dus de cast, een beetje beter te leren kennen. Goedemorgen lieve mensen. Ik ben net aangekomen in het theater. Mijn plekje is al geconfiskeerd, zie je. Daarnaast zit Brecht, dat is één grote puinhoop. Dus ik moet hem even gaan opvoeden, want dit ga ik niet een hele tour trekken. En goals wel. Daar hang ik. Oh, nou, we zijn in het theater. Oh, kijk al onze kledingkisten. Het zijn mijn kleedkamerbuddies. Hallo. Joe. Hoe vinden jullie het? Eerste dag in theater? Leuk. Ja, we hebben alleen nog niet zoveel gedaan. We zijn net gezenderd en nu zitten we te wachten totdat we het decor gaan zien. Jullie krijgen natuurlijk maar een glimp, want voor het hele decor moet je natuurlijk kaartjes kopen. Dus, zijn jullie klaar voor de glimp? Daar komt hij in 3, 2, 1... Vind je het goed gaan tot nu toe? Ik vind het super goed gaan. Vind jij het goed gaan tot nu toe? Zeker! Jimmy, wat eet jij op zo'n dag? Nou, ik heb nu een groentesoepje en een bolletje met hummus en kaas en komkommer. Wil je ook een hapje nemen van de soepstengel? Wil je zo niet? Nee! Dat is leuk voor de vlog. Nee! Doe nou even een hapje van je broodje. Hier. Weet je wat leuk is voor de vlog? Dit. Nou, nu gaan we lekker verder doen. Ja. Oké, doei! Kijk, kom op mijn schat. Ik ben Neertortel. Het is George, het is 47 Neertortel. Ik ben er eentje. Veel plezier met je kostuums vandaag. Dankjewel. Dankjewel. Dag Tom, hoe werkt monteren? Bij monteren gaat het om de techniek. Dus het geluid, licht, decor, alles dat allemaal samen gaat lopen. Ja, het wordt eigenlijk nu een soort van de sandwich van... Ja, van alles. Dus alle radars moeten bij elkaar komen, zodat het één grote motor. Zo, we zijn weer in het theater. We gaan de stop and go doen, dus we gaan nu alle changementen doen. En nou ja, voor het eerst echt alles samenvoegen, dus ook licht en geluid. En dan gaan we stapsgewijs heel traag door de voorstelling heen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ver we gaan geraken vandaag. Zo, we zijn dus nu allemaal aan het aankleden voor de openingsscène. En daar loopt een obertje weg. Joehoe! We gaan allemaal naar een première, dus we zien er allemaal heel erg chiquig uit. Maar ook allemaal met glitter. Daar is iemand een heel glitterpak en nog een ober. Staat goed hoor allemaal. Luister, we gaan beginnen aan de stop and go. En we gaan beginnen meteen in een ingewikkelde setting. Lieve mensen, de openingsscène is geweest in jullie kostuum. Ging het? Zeker. Ja? Ja, je kan opeens toch iets minder dat je benen wijd doen bijvoorbeeld. Ja, armen voor de man. Wij kunnen onze armen niet zo goed. Ja. We hebben een leuke lift die, waarvan je denkt van, oh ja, nu hebben we een overhemd aan in plaats van een trainingst-shirt. Dus ja, dat is wel even iets anders. Maar gaat de lift er wel in blijven of gaat hij eruit? Het stationnetje backstage aan de rechterkant waar de pruikjes worden gewisseld. Wauw.
Peace and love. Goed zo, je hebt lange vlechten. Mooi, hè? Prachtig. Lekker liggen, Shelby en Kaylee. Dag, schatten. Rara, wie is dit? Laat het weten in de comments. Ja, dit outfitje kennen jullie, want dit was mijn uitmarkt outfit. En ik loop even naar de andere kant van het theater. Hier heb je Larry. Hier word je toch bang van? Hier word je heel bang van. Kleding om aan de andere kant. Maar hier heb je natuurlijk ook een heel leven met allemaal mensen. Hey! Hebben jullie het nog naar jullie zin? Ja, iemand moet het doen. Hey! De band is ook nog steeds still going strong hier. Vandaag de laatste dag van onze montage. De pruikjes voor de tweede acte liggen alweer klaar. Soortje heeft ook lekker de haar alweer helemaal netjes gedaan. Ben je er klaar voor? Tweede acte vandaag. Ja, ik heb er zin in. Dat is jouw acte, hè? Dat is jouw acte, hè? Oh, daar gaat ze hoor. Al is dat gaat ze. In deze ruimte worden de laatste details aan de kostuums gemaakt. Allerlei verschillende kleuren. De draden. Dus hier wordt keihard gewerkt nog. We zijn bijna door de tweede acte heen. We zijn bezig met de laatste scènes. En we hebben nu even pauze. Kijk eens wat ze allemaal doen. Oh, er staat er wel een achtste. Wie is de achtste? Ja, kom op, schat. Je kan het. Daar ben ik echt supergoed in. En het staat allemaal op de vlog. Dag liefjes. Hallo. Hebben jullie het nog een beetje naar jullie zin? Zeker. We gaan bijna doorlopen doen. Alles los gedaan. Ja, veel wachten. Veel wachten. We hebben de afgelopen dagen heel veel gewacht. Maar we zijn er bijna doorheen. We survived. Hier zijn licht en geluid. Alles helemaal aan het fine-tunen. Kijk eens aan. Met de machine die je hier ziet. Daar worden dus alle lichten mee op een bepaalde kleur en op een bepaalde afstand en een bepaalde grootte gezet. Dus wat in de kap hangt, dat zijn ze nu helemaal aan het programmeren. Hey Dan, lekker aan het chillen. Ik heb lekker mee ingekregen. Moeten mensen kaarten boeken? Ja, meteen hè. Niet meer twijfelen. Yes, thanks Barry. Dan zijn we klaar met de montage. En dat betekent dat ik dan ook het einde van deze vlog ga aankondigen. Mocht je dit een leuke video vinden, doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Over 2 weken op vrijdag is alweer de laatste vlog voor nu. Oh, bijna klaar met de montage, madame. Oh, het is zo geweldig, dames en heren. Jullie moeten echt kaartjes gaan kopen. Het is zo leuk. Ja, dat is... Oh. Ik ben het eens. Koop je kaartjes!